Hebben we eindelijk weer een Q&A voor jullie. Jullie hebben wat vragen gesteld, eigenlijk vooral op mijn ask. En daar hebben we wat dingen van gepakt. Yeah. En die gaan we nu gewoon beantwoorden. Yes. Dus ja, laten we gewoon beginnen. De eerste vraag is, ben je ergens verslaafd aan? Ik ben sowieso verslaafd aan social media. En dat merk je heel erg vooral als je op vakantie bent en je wifi is slecht. Dan raak je gewoon echt in paniek, omdat je niet op je WhatsApp kan of op je Instagram. Heb je dat? Ja. Oh nee, dat heb ik niet. Maar ja, ik heb ook internet op vakantie. Maar ja. Ik kan ook makkelijk zonder. Alleen het is meer gewoon in combinatie met mijn YouTube-kanaal. Ik gebruik het meer om mijn mail te checken en zo. Ja, nou op zich, mijn mail checken doe ik niet eens zoveel op vakantie. Maar dan wil ik heel graag een Instagram post doen en dan wil je maar niet zeg maar uploaden. Ja, en dan denk ik echt van, oh my. Nou ja, social media. Dus. En verder, sushi. Sushi, oh my god. Echt. Ik kan dat echt blijven eten gewoon. Oh, als je gewoon Kim blij wil maken, kom met sushi aan. Het wordt je soulmate. Sowieso. Wat vind je leuk om te krijgen of wat is je favoriete cadeau? Ik vind het sowieso altijd goed om geld te krijgen. Ik bedoel, sommige mensen. Nee, maar sommige mensen die zien het echt van alsof ze er geen moeite voor doen van oh ja, ik geef er wel geld. Maar ik ben er echt blij mee, want dan kan ik ermee kopen wat ik wil. Ja. Yeah. Of bijvoorbeeld een cadeauboek van de V&D of zo. Of van een winkel waar je heel veel dingen kan kopen. Ja. Maar wat ik leuk vind, ja, gewoon van die originele dingetjes of samengestelde dingen. Ja, het hoeft niet perfect duur te zijn, maar ik had het ook ooit voor een vriendin had ik een soort van, bij de Action had ik zo'n hart gekocht, zo'n soort van bord. En dan heb ik daar een geurkaars op gezet en wat nagellakjes en lipstick. En ik bedoel, het is allemaal niet duur, maar het ziet er wel gewoon heel erg leuk uit. Ja, zeker. Dus zoiets. Je favoriete nummer op dit moment? Ed Sheeran, ja. Fire Love. Van ons beide allebei. Inderdaad. Ed Sheeran die heeft net zijn nieuwe album uitgebracht, dus daar ben ik helemaal fan van. En ik vind Photograph van zijn album. En die hebben we nog niet geluisterd. En moeten echt gaan luisteren. Maar verder, even kijken, want die is echt nog maar een paar dagen of zo. Het album van Snoop Dogg, Reincarnated. Ja, in ieder geval een reggae album en dan No Guns Allowed. Die vind ik echt heel goed. Oh, nee, dat luister ik ook niet. Ik zou het weten. Maar veel Ed Sheeran gewoon, oude nummers ook. Ja. Want we gaan ook naar zijn concertje in november. Dus lekker veel luisteren. Ja. Als je één persoon in de hele wereld mocht uitkiezen waarmee je alleen over zou zijn op aarde, wie zou het zijn? Nou, als je zeg maar, hoe heet dat, natuurkundig gaat denken van onvoortplanten, dan zou ik misschien iets van een knappe acteur zoals Sowieso. Ik bedoel, weet je, dan moet je wel, weet je. Dan eerder Justin Timberlake. Oh my god. Of wie is er meer? Nee, ik zou niet weten. Gewoon een hele knappe acteur gewoon. Ja. Maar ik zou niet weten wie. Maar anders dan mijn moeder, denk ik. Ja. Sowieso, ja. Dat is eigenlijk ook wel hard. Dat we gewoon niet eens eraan denken. Ja. Ja, nee, maar dat was eigenlijk meer zin natuurlijk mijn moeder. Maar stel als je gaat denken aan voortplanten. Ja, dan kan je beter voortplanten. Dat denk ik. Ja, maar stel als je daar niet aan denkt, kan mijn moeder. Oh, helemaal alleen bevallen. Want er is verder niemand. Ja, je knappe acteur. Ja, nee, die staat alleen maar knap te zijn dan. Dus die gaat echt niet. Oh my god. Oké, niet aan denken. Next question. Hoe ziet je perfecte jongen eruit? Ik heb echt eigenlijk niet echt. Er is niet één type die. Ik dacht altijd en ik heb wel een type, maar dan uiteindelijk kom je een andere jongen tegen die er echt heel anders uitziet. Same. Dus, maar qua innerlijk gewoon lief en vooral zorgzaam vind ik wel. Ja. Het is zeg maar ook wel. Een beetje om je geven, naar je kan luisteren en zo. Ja, en dat het me ook boeit als je iets vertelt of zo. Inderdaad. En iemand die ook wel een beetje grove humor kan hebben. Die zeg maar wel wat kan hebben, weet je wel. Ja. Dus niet om elk ding gaat. Sowieso, denken. Humor is echt heel belangrijk. Dat is gewoon bovenaan bijna. Ja. Is niet echt een bepaald type, zoals ik al zei, dat wat echt helemaal. Ja, van hij moet echt blauwe ogen hebben of zo. Nee, totaal niet. Nee. Maar ik val niet op blond. Dat is echt zo. Ik heb nog nooit een jongen gezien die blond is waarvan ik denk van wow, nee, echt nog nooit. Nou, ik val meestal wel op bruin, maar bruin haar, maar op zich kan een blonde jongen ook gewoon knap zijn. Ik weet niet, ik heb echt niet zo diep daarin. Maar qua innerlijk dus. Ja, meer qua innerlijk. Ja, daar ga ik voor. Wat zijn we toch weer goed. Ja. Zing je favoriet Disney liedje en dans erbij. Nee, ik vind van de Kleine Zeemermin, maar ik keek hem altijd in Nederland. Zeg maar opzoeken? Van
diep in de zee. Oh ja, die is wel leuk. Heeft Belle en Beest ook een liedje? Ja, vast wel. Ja, deze. Oh mijn god, wat een muziekje. Ik hou van deze film. Dit is mijn film, jongens. Oh mijn god, je hoort er groot van, jongens. Maar die stem vind ik zo fucking chill. Ja. Oh ja, Under the Sea. Dat is mijn favoriete nummer. En die van jou is van Belle & Beast? Ja. Oké. Okay. Beter dat ook weer. Maar deze vind ik ook heel leuk. Ja, lekker vrolijk. Ja, hoe was het YouTube Gathering? 9. Awesome! Het was echt heel leuk. Het was 24 mei, dus dat is alweer best wel even een tijdje terug. Yeah. Het was echt super leuk. Ik heb er zelf ook nog een heel artikel over geschreven. Same. En een vlog. Ja, ik zal anders wel gewoon even hier beneden in de beschrijving zetten. Yeah. Maar het was echt heel erg leuk om jullie natuurlijk allemaal te ontmoeten. En het was ook super druk. Het was heel anders dan vorig jaar, want we zijn er al vanaf Gathering 6. En je merkt echt het verschil, want... Ja, yeah, zeker. Wij waren er, geloof ik, 500 man. Ja. Yeah. Daar begon het mee, toen wij kwamen. En nu 4000? Ik dacht 3000, maar ja, zo, nou, in ieder geval veel meer. Het is echt heel tof om dat te zien groeien echt eigenlijk. Heel gaaf. En het, ik vond het ook wel leuk dat je zeg maar, dat mega podium had. En dan heb je een andere zaal, had je de netwerken en zo, vond ik erg leuk. Inderdaad, je kon ook gewoon lekker bij je netwerk zitten en met mensen kletsen. Het was echt heel erg gezellig. Ja. Dus zeker gaan we ook naar Gallery 10. Awesome, dat wordt echt gewoon... Dat wordt nog groter. Dat wordt... Oh. Ja, maar de 10e editie, dat is toch dat super cool dat ze dat hebben bereikt. En ja. Ik hoop jullie allemaal te zien daar weer. Wanneer zal het zijn? Volgend jaar denk ik. Ja, ook een beetje rond mei denk ik ofzo. Ja. Nou, ik heb er nu al zin in. Ja. Dit waren de vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie ons weer een beetje beter hebben leren kennen. Abonneer ook op Kim als je nu op de hoofd klikt. Dan ga je naar het kanaal toe. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.